Er komt een steunfonds voor Eindhovense sportclubs en cultuurinstellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. Ook maatschappelijke organisaties in de stad, zoals buurthuizen, worden geholpen. 6,7 miljoen euro zit er in het fonds. Met het geld wordt onder meer de huur van noodlijdende sportclubs gecompenseerd. We hebben vrij snel gezien na de crisis, toen die uitbrak, dat als ik dan praat even over de sportsector, dat die het heel erg zwaar hadden. We vonden het echt onwenselijk dat sportverenigingen nog langer in die onduidelijkheid zaten. De grote cultuurinstellingen in de stad, zoals de FNA, Muziekgebouw en Parktheater, krijgen ruim 3 miljoen euro. En mogelijk komt het Rijk nog met meer hulp. Als de minister, het ministerie, daar akkoord op geeft, dat er uiteindelijk natuurlijk een verdubbelaar van dat geld gaat landen bij die Eindhovense heel belangrijke BIS-instellingen. Verder krijgen maatschappelijke organisaties hun steun in de rug. 1,5 miljoen euro ligt er voor hen klaar. Onder meer buurthuizen hebben het moeilijk. Ook daar geldt dat we vooral kijken naar component huur en de vaste lasten voor die periode van maart tot juni. Want deze stad wordt niet leuk als al die instellingen omvallen. De miljoenen voor sport komen uit Den Haag. De rest van het steunpakket is op kosten van de gemeente. Eind juni of begin juli worden naar verwachting de eerste bedragen uitgekeerd.